Mr. Mandela, what does this award mean to you? Otherwise, I lose my job. Nelson Mandela kreeg de For Freedom Award in 2002 voor zijn strijd voor gelijke rechten en kansen voor iedereen. We have to commit to recommit ourselves as a global community to the freedom of every person, a group, persuasion, or approach to express itself freely and unfettered within the great conventions of civility and respect for the rights of others. Die strijd tegen de apartheid tekende hem. Mandela verzette zich tegen de scheiding van rassen, waarbij de blanken meer te zeggen hadden dan de zwarte. Het leverde hem een gevangenisstraf op van 27 jaar op Robbeneiland. Tijdens dat verblijf werd hij het symbool van de wereldwijde anti-apartheidsbeweging. Na zijn vrijlating in de jaren 90 werd hij president van Zuid-Afrika. De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit.